afgestudeerd, Margriet ook als scenarist. En na onze studies hadden wij een klein beetje het gevoel dat om thuis te werken dat wat eenzaam was en ook niet heel goed werkte eigenlijk. En dan zijn we beginnen zoeken samen naar een plaats die we konden inrichten als werk. Met een kantoor eigenlijk. Ja, een kantoor. Ja. Met nog een paar andere mensen bij ook, die ook als freelancer veel thuis werkten. En we hebben heel veel dingen bezocht, vooral in het centrum van Brussel eerst. Dat was een beetje te duur. En dan zijn we hier terechtgekomen in de rand van Brussel. Dus in Zaventem, echt in een kantoorgebied hier. En dat was betaalbaar, dat was via leegstand. Maar ja, we zitten dus echt op zo'n bedrijventerrein hier, waar heel veel van dit soort gebouwen zijn. Dus in het begin was dat wel zo wat, qua sfeer ook wel gek of zo. Dat we altijd dachten, we gaan echt zo in het midden van de stad iets zoeken. Maar uiteindelijk is het wel heel leuk om hier te zitten, omdat je ook wel een soort van geïsoleerd zijn en gewoon echt naar je werk komt en hier dan een hele dag kunt doorbrengen zonder veel afleiding of zo. Ja. Dus het is wel een fijne plaats, ook al ziet het er wat grijs uit als het hier toe komt. Het is echt raar, de setting. Want dat was ook eerst de insteek van toen we hier kwamen, dat we niet, we hadden eigenlijk ook met vier mensen nog zoiets kleins kunnen nemen, maar we wouden eigenlijk dat wel wat opentrekken en ook plaats bieden aan andere mensen, zodat er een wisselwerking kon ontstaan. Want eigenlijk is de aantrekking van deze ruimte is niet de locatie of de poeltafel of zo. Dat gaat vooral over dat er hier mensen zijn die interessant zijn en dat, we dat, en dat je goesting krijgt om naar hier te komen, wat een inspirerende plaats was. Dat was eigenlijk voor het eerst echt het idee dat we hadden. Ja. En dan zijn we wel in geslaagd om zo'n beetje mensen aan te trekken van verschillende soorten disciplines, want er is een grafisch vormgever, er zijn een paar schrijvers, regisseurs ook, de monteur heeft er ook een tijdje gezeten. Het is wel heel vaak mensen die toch een beetje gelinkt zijn aan de filmsector, omdat dat ook vooral de kennisgroepen zijn die wij hebben. De eerste prioriteit is echt wel dat iedereen zijn eigen ding kan doen, ook omdat wij zijn ook niet gestart als een collectief of zo. Wij deden ook ieder gewoon onze eigen projecten. En omdat veel van ons samen op school hebben gezeten, werden we dat wel gewoon ook om soms samen te werken, om feedback te geven op elkaars werk. Maar het feit dat we nu bijvoorbeeld samen een project hebben gedaan, is meer ontstaan vanuit de ruimte hier en door hier samen te zitten. En eigenlijk te zien van, iedereen heeft andere kennis en dingen die je kan. En zelfs ook qua materiaal. Allee, gewoon als je krachten bundelt, kun je wel echt makkelijk dingen op gang brengen of zo. Maar dat blijft wel een bijkomstigheid. Het is zeker niet de bedoeling dat iedereen die hier komt moet meewerken aan iets of zo, of moet collectief iets bijdragen. Zo echt kort beetje is een serie, een miniserie over de onzin en zin van werk. Aangezien dat we hier in dat bedrijventerrein zitten, zijn we echt aan de slag gegaan met wat is arbeid nu en hoe. En hoe plaats neemt dat in ons leven en hoe belangrijk is dat voor bepaalde mensen. Maar we hebben het wel proberen benaderen vanuit een invalshoek, vanuit een andere invalshoek en zijn naar de toekomst gegaan. Dus het is een soort van science fiction-achtig iets. En we hebben uitgegaan van de vraag van wat als er niet meer wordt gewerkt, hoe kijken mensen dan naar hoe wij nu werken vooral. En we hebben personages gekozen die al niet meer weten wat dat werk eigenlijk is. Dus En begint er eigenlijk mee dat ze hier toekomen, dat ze hebben gehoord dat er hier een verlaten bedrijventerrein is en dat ze hier eens willen komen kijken. Ze komen eigenlijk in een soort van ruïnes terecht waar ooit gewerkt is, waar nog wat voorwerpen liggen en nog wat dingen te zien zijn, maar ze weten totaal niet hoe dat het dan precies ging en zo. En die week bestaat dan zo'n beetje uit de reconstructie van wat zij met hun weinig informatie weten wat het geweest moet zijn. En voilà, dan zijn er intriges en zo. Dus daar zit echt nog wel een verhaal in. We hadden gewoon wel zin om heel rechtstreeks even iets te kunnen maken op korte tijd. En gewoon ook echt onze zin daarmee te doen. Maar niet veel verantwoording of zo. We hebben wel natuurlijk iets van subsidies moeten aanvragen, maar dat was dan heel makkelijk. Allee, heel snel. Dus van daaruit eigenlijk zo het hier samen zitten en dan zo wel de zin om gewoon op korte termijn eens iets te kunnen maken. En dan uiteindelijk begint je toch weer, want eigenlijk zijn we in december begonnen. Ja. En dan zijn we nu net klaar met de hele afwerking. En het heeft al in tussenperiodes af en toe wel stilgelegen. Of we hebben ook een lange periode van brainstorming gehad, dat we denk tot april of zo hebben zitten nadenken wat gaan we dan precies doen. En dan is dat niet zo intensief. Maar dan zo de afwerking van april tot, alleen het rijden en afwerken van april tot juni was toch wel redelijk intensief. Dus uiteindelijk duurde het toch altijd dan langer dan ook
gedacht had. Maar het is ook wel fijn dat dat nu begin september op tv gaat komen. Ja. Je gaat zeker niet beelden lachen, maar het is absurd zeker. Ja. Het is eigenlijk echt, het is wel bedoeld om te lachen, om een keer te glimlachen.